Yo, ik ben Tim en ik sta hier bij het diepste zwembad ter wereld en wij gaan hier natuurlijk een duik nemen. Dit is Deep Dive Dubai, een gezonken stad met een diepte van maar liefst 60 meter. Yeah, a friend of mine told me I had to check out this pool. Toen ik een jaar geleden de video zag van Will Smith, wist ik het zeker. Ik moet dit met eigen ogen zien. Dit wel durf. Dat is echt niet normaal. Het is toch anders zwemmen dan in Nederland. Ik heb net gehoord dat wij 12 meter onder water gaan duiken. Ik doe een meter. Tim, ik zou even uitleggen. Mijn vader die duikt, die doet alles. Gaat onder ijs, alles. Die is er super goed in. Als zoon probeer je het wel eens. Toen zijn we er gewoon achter gekomen dat ik dit niet kan. Natuurlijk is het wel zo leuk om zo'n ervaring te delen met je vrienden. En daarom heb ik Timo en Wienold meegenomen. En Wienold die liet gelijk al weten dat hij ons liever in de gaten houdt vanaf de oppervlakte. Tim, ik wil niet. Ik doe dit echt voor jou, hè? Omdat ik een goede vriend ben. Angst. Oh, Tim, waarom ging je niet snorkelen? Je hebt me... Ja. Met snorkelen gaan we duiken. Dat ik heb inderdaad gezegd dat we gingen snorkelen. Want ik dacht dat je voor duiken een certificaat nodig had. Tot 12 meter niet. Voordat wij het water in kunnen, moeten we eerst testen of de flippers goed zitten. En natuurlijk of de bril goed op ons hoofd zit. En nu moeten we alleen nog de wetsuits aantrekken. Ik vond 3 meter al heel wat in het normale zwembad. Maar hier zit je goed vast, hè, Timo. Er zijn allemaal camera's. Ze zien het echt wel misgaan. Ja, tuurlijk. Ja. Hou je nek. Stink, joh. Timo, de rits moet op je rug, hè? Nee, ik heb opgelet. Front. Zo, strak een pak. Zin in? Nou, ja. Wienold heeft de meeste zin erin. Ja, tuurlijk. Ik had jou wel in zo'n pakje willen zien. Ik pas er niet in, Tim. Je past er wel in. Nee. Nu denk je in problemen. Ja, klopt. Maar misschien is dat ook mijn redding op het moment. En nu zijn we helemaal ready om deze onderwaterstad te gaan ontdekken, die dus bestaat uit 14 miljoen liter water. En daar zouden dus ongeveer 10 walvissen in kunnen leven. Er is geen weg meer terug nu. Nee, Tim. Er is geen weg meer terug. Oh. Waar zijn we dan? Gewoon een normaal zwembad. Dit lijkt echt gewoon op een normaal zwembad. Besef dat dit gewoon 60 meter dieper zou, hè? Voordat we het water ingaan, krijgen we een korte rondleiding van onze duikinstructeur James. Wienold die zei het net al, maar er hangen hier dus 56 camera's om alles goed in de gaten te houden. Daarbij heb je onderwaterkamers op 6 meter en op 20 meter. Dat betekent dat als je onder water zit, wat minder paniek, kan je in zo'n kamer, dan kan je gewoon je dingen afdoen, ademhalen en dan kan je weer verder. Wij krijgen nu een backplate op onze rug, die wordt op maat gezet en daaraan wordt dan uiteindelijk de duiktank bevestigd. Het is vers water, er zit dus geen chloor in, 30 graden, lekker, goed om te weten. Het is een heel gek idee, want je loopt gewoon zo het zwembad in en daar gaat het gewoon recht naar beneden. Bizar. Het doel is 12 meter, maar op 6 meter zit er zo'n kamer die ik jullie net in het begin heb laten zien. En onze instructeur die wil heel graag dat we daar dus inkomen. Okay. Moeten we 6 meter naar beneden. Timo, zet hem op. Dit is zwaar, Tim. Oh. And then when you can, stand up, dan. Oké, zo dus. Inderdaad, zwaar. 24 kilo op mijn rug. Vind je het spannend? Nee. Helemaal niet? Nee. Timo, vind jij het spannend? Ja, die zit al helemaal klaar, hoor. Ja, het is wel een positief teken, Tim. Dat betekent dat hij op 12 meter gaat. Hij is nu alvast aan het inademen ervoor. Wij moesten eerst allebei wennen aan het ademhalen via het mondstuk. En nu is het dan eindelijk zover. We mogen het zwembad in. Alleen moeten we eerst onze flippers aankrijgen en dat ging niet heel soepel. Lukt het, Tim? Nee, man. Mijn instructeur Jake neemt alles nog even door en kijkt of ik goed heb opgelet bij de uitleg. En dan ga ik voor het eerst in mijn leven duiken. We hebben net alle testen gedaan. Het ziet er goed uit, dus we gaan gelijk naar beneden. Timo die is nog even aan de oppervlakte een rondje aan het doen, want die heeft nog een klein beetje last van zijn ademhaling. Het is zo bizar om 60 meter naar beneden te kunnen kijken terwijl je ergens zwemt. Sterker nog, terwijl je in een achtbaankarretje zit onder water. Jake die leert mij hier hoe ik een ring van mijn eigen luchtbellen kan schieten door mijn vuisten op elkaar te zetten en hard naar voren te duwen. Hoe dieper we zakken, hoe meer we tegenkomen. Zoals deze motor, een bank waar je een magazine op kan lezen of dit bad. Ik betwijfel alleen of je er echt schoon van wordt. Ik moet zeggen, ik heb het erg naar mijn zin onder water. Dus we besloten nog iets dieper te gaan. En op 10 meter kan je dus voetballen. Alleen die bal is veel te zwaar, want
Anders drijft hij natuurlijk. Ja, toch even doen alsof ik zojuist gescoord heb. Nou goed, nu zak ik door naar de 12 meter om daar van het uitzicht te genieten. Als je het een uitzicht kan noemen. Het voelt zo ontzettend onrealistisch om hier te zwemmen. En als ik dan naar beneden kijk, dan krijg ik daar toch een beetje de kriebels van. Het is tijd om een pauze in te gaan lassen. En dat doen wij in de kamer op 6 meter. We zijn nu op 6 meter in zo'n onderwaterkamer en eigenlijk wou Timo hier natuurlijk ook naartoe. Alleen ik denk dat Timo aan het oppervlakte blijft. Dus wij zijn hier vast ingegaan. En hier komt gewoon lucht via pijpen in, zodat je hier adem kan halen. Dat is wel heel bijzonder. En hier kan je ook uit het raampje kijken. Hier snorkeling. Oh, hier snorkeling. Oh, oké. Okay. Ah, that's why. Timo die heeft zijn duikspullen lekker aan de kant gelegd en die heeft ze ingeruild voor een snorkel. En daarmee dobbert hij heerlijk rustig over de gezonken stad heen. En zo beleeft hij het weer op een totaal andere manier dan ik. En misschien is het voor hem nog wel enger omdat het hoger is, als je snapt wat ik bedoel. In ieder geval heel fijn dat Timo lekker rond kan dobberen en op die manier van deze locatie kan genieten. Ik kijk zelf ondertussen nog even op het horloge van de duiker en we zitten dus al 25 minuten onder water, maar we hebben nog wat te zien. Namelijk nog een motor die het gek genoeg niet deed. Ik probeerde nog geld te pinnen, maar mijn saldo was op. En schaken, maar dat snap ik niet. Dus het is weer tijd om lekker naar boven te gaan. Timo? Ja. Uiteindelijk toch maar gaan snorkelen. Ja, ik kwam tot 3 meter, maar ik kon niet zeg maar stil liggen en rustig blijven. Dat is moeilijk, hè? Ik ging in mijn hoofd nadenken van, het gaat niet goed. Ik had op een gegeven moment, toen ik 3 meter onder water zat, toen kwam er een steek in mijn voorhoofd. Dus daardoor moest ik klaren en dan gaat die steek vanzelf weg, want alles is natuurlijk aan elkaar verbonden. Maar het is goed gegaan. Ik ben tot 12 meter gegaan, Timo. Oh, nou klinkt lekker een steek. Ja. Guys, thanks a lot. Het was een amazing experience. En dan heb ik nu nog een bizar feitje voor jullie. Ik heb onder water namelijk nog lang niet alles kunnen zien, omdat ik niet dieper mocht dan 12 meter. Maar wellicht mag ik hier in de toekomst nog een keer terugkomen als ik mijn duikbuffet heb gehaald. Wat was dit een zieke ervaring. Timo, ik ben trots op je dat je er wel aan hebt gewaagd. 3 meter, maar geen hoofdspace, hè? Nee, nou, het is heel anders onder water. Ja. Wat ik had op de 12 meter op een gegeven moment, raakte ik een beetje claustrofobisch-achtig. Dat ik dacht, oké, wat moet ik doen als het nu misgaat? Het is gewoon rustig blijven. Dus echt, dit is puur jezelf onder controle houden. Dat is echt. Timo? Sick. Ja, zo mee in het diepste zwembad. Hey, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik wil jullie ook vragen om te reageren of jij in het diepste zwembad ter wereld zou durven zwemmen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat helpt mij namelijk ontzettend veel om deze content te kunnen blijven maken voor jullie thuis. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later. Ik wil Timo en Wienold heel erg bedanken voor hun hulp en natuurlijk Deep Dive Dubai. Zonder hun was dit allemaal niet mogelijk. Even een backflipje doen? Ja, maar.